Mevrouw Hermans, hoe lang bent u nu in Almelo? In december wordt het 6 jaar. Ja. En u stopt ermee? Ja, ik stop ermee in zoverre. Ik heb zijn majesteit gevraagd om... Ik heb bij zijn majesteit aangegeven dat ik niet voor herbenoeming ga. Dus niet voor een tweede ambtstermijn in Almelo. En dat heeft hoop ik niks met politiek te maken? Nee, dat heeft helemaal niks met politiek te maken. Het heeft ook helemaal niets met Almelo te maken. Of met de mensen die er wonen of met de opgaven die er zijn. Het heeft wel alles met mij te maken. En de gebeurtenissen in mijn leven het afgelopen jaar. Waardoor ik heb besloten om op zoek te gaan naar een andere balans in mijn leven. Dus ik heb gewoon even wat extra tijd nodig. Ook om met wat afstand tot wat ik doe. Mijn leven opnieuw in te richten. En Almelo is voor mij heel erg verbonden aan mijn man Frits en mij samen. En nadat hij is overleden moet ik gewoon eventjes weer opnieuw een pad kiezen. Maar u blijft wel beschikbaar voor een eventuele bestuursfunctie? Ik blijf absoluut beschikbaar voor een bestuursfunctie. Ik heb ook vanavond in de raad gezegd dat mijn hart, mijn passie ligt in het openbaar bestuur. Dus dat ik daar ook in wil blijven werken. En voorlopig kan ik dat ook nog doen in Almelo, omdat de commissaris van de Koning heeft aangegeven dat ze mij wil benoemen tot waarnemer in de gemeente Almelo. Tot het moment dat er een nieuwe burgemeester is. Dan heeft de raad dus alle tijd om uit te kijken naar een nieuwe. Ja, daar gaat de raad ook zelf over samen met de commissaris van de Koning. Dus daar bemoei ik me ook helemaal niet mee. Ik ben blij dat ik Almelo met haar gemeenschap kan blijven dienen. Tot het moment dat er een nieuwe burgemeester is. En dan ga ik vervolgens mijn eigen pad. Vanuit het voormalige belastingkantoor, het gebouw met het betonnen gat in de hand, kijk je er rechtop. Laten we het Bella Vista noemen. Het stukje grond is groter dan je denkt. Er lopen enkele sluikpaadjes doorheen, maar veel gelopen wordt er kennelijk niet. Dicht begroeid met vanzelf gekomen vegetatie. Een rode klimloos die zomaar in volle bloei staat en nog wat opvallende soorten. Teunisbloem, ook in volle bloei, zwarte toorts, veel uitgebloeide lupine, roze laterus, veel geel-witte margrieten, de onvermijdelijke brandnetel en het geheel vol woekerende lage wilgen, weinig rotzooi. De A, onze stadsbeek, vormt de westgrens en in die beek een rottend bankstel waar een waterhoen schokkend omheen zwemt. Een nog zingende zwartkop zo half juli. Hommels, zweefvliegen, enkele koolwitjes, honingbijen en een paar zandoogjes. Zomaar een impressie. Natuur in de stad. Wie is het opgevallen? We kennen de wet op de ruimtelijke ordening. Elk stuk grond waar dan ook heeft een bestemming. Ook hier moet een bestemming op rusten. Welke? Lopend op zo'n sluippad toch de indruk dat de bestemming vergeten erop rust. Onze gemeente, de plantsoenendienst bijvoorbeeld, zou er wat aandacht aan kunnen besteden. Zeker zolang de echte bestemming nog niet geëffectueerd wordt. Zijn er bestemmingen? Woningbouw, industrieterrein? Of zou er een nieuwe moskee komen? De natuur deed haar best. Wat een spontane ontwikkeling, niet tegen te houden. Wat gaat hier gebeuren? €290, €200 is helemaal bovenin, €220 is die meneer,
op 240. 240. Niemand meer dan 240 euro. Geen hoger bod dan 240 euro. Niemand? 240, links achter het verkoop. Voor 240 euro. De gemeente Almelo heeft in het kader van BKR en andere kunstaankopen heel veel kunst in de kelder staan. En het zou natuurlijk toch mooi zijn als dat voor een breder publiek weer beschikbaar komt. Een deel van dat geld wat nu door deze veiling opgebracht mag worden gaat terug naar de gemeente. En de andere opbrengsten die zijn bedoeld om binnen de gemeente Almelo aan cultuur en kunst en jeugd te besteden. We hebben gelukkig wel heel veel veilingnummers verkocht. En op deze drie kijkdagen is er heel veel belangstelling. Veel meer dan we hadden durven hopen. Dus we zijn erg blij met deze belangstelling. Als dit zich ook voortzet in goede biedingen op de veiling morgenmiddag. Onder leiding van Jan Smit. We hebben natuurlijk een prachtige veilingmeester hierbij. Dan zouden we hopen op een mooie opbrengst. En het komt toch allemaal terug weer binnen Almelo. We hebben een paar hele bekende kunstenaars. We hebben natuurlijk Bianca Kleinenberg, Sien van Meurs met een paar prachtige stukken. Ja, er zijn een paar hele mooie stukken. 170, geen ruzie maken, niet overleggen, dat mag tijdens de veiling niet. Wordt die notaris hartstikke boos. Dat is in strijd met de mededelingswet, laat ik maar zeggen. Ik moet altijd al verstand van hebben. 170 euro heb ik daar. 170 euro helemaal. Allemaal. Niet meer 170, niemand. Als je wat blijft doen, ja. Dag mevrouw, u heeft dat schilderij gekocht? Ja, dat klopt. Dat heb ik op de veiling gekocht. Dat was erg leuk. Je begint gewoon met bieden en de een naar de ander die biedt steeds meer. En zo heb je dus een bepaald bedrag wat je ervoor betaalt. Kende u de kunstenaar al voor die tijd? Nee, die kende ik niet, dus het was een complete verrassing. Ja, in Noord-Frankrijk heeft hij gezeten. Daarom, de schilderij sprak me enorm aan. Het geeft een beetje de sfeer weer zoals het in Frankrijk is. Mag ik vragen wat u voor betaald heeft? Ik heb er 240 euro voor betaald. Nou, ik denk dat het een koopje is. Ja, dat denk ik dus ook. Daarom heb ik ook meegedaan. Dus. Nou, we hebben hier ongeveer 552 volgers zitten, dat is niet ongeveer, dat is eigenlijk precies, 552. Wij hebben op het ogenblik 9 keurmeesters, die keuren alle volgers, en 1 aspirant keurmeester, die moeten dus nog leren. En die leert het in de praktijk. Elke keurmeester heeft zijn eigen specialiteit. We hebben keurmeesters die zijn heel breed, die doen de kromsnavels en de tropische vogels. Maar daarnaast hebben we ook keurmeesters die doen de kleurkanaries en keurmeesters die doen de postuurkanaries. Dus dat is een verschillende tak van sport. En iedereen heeft zijn eigen specialisme. Nou, verandert de wetgeving wat betreft het houden van exotische dieren, dus ook vogels, per 1 januari? En wat heeft dat voor gevolgen? Nou ja, de gevolgen kunnen enorm zijn als wij daar als Vogelbond niet wat aan doen. Hè. Dus wij willen het eigenlijk voor zijn. En dat heeft vooral te maken met dierenwelzijn. Dat wil zeggen dat we vogels niet meer mogen houden als we er geen deskundigheid in hebben. Wij moeten dus aantonen dat wij deskundig zijn met het kweken van vogels. En dat kunnen we doen door hier onze vogels te laten zien. Alle vogels die hier zitten zijn in principe eigen kweek. Als een vogel niet helemaal, laat maar zeggen, in conditie is, dan komen ze niet tot eigen kweek. Dan komen ze niet tot eieren leggen en jongen opvoeden. Dus wij proberen de omgeving van de vogels zoveel mogelijk na te bouwen. En dat proberen we ook aan onze staatssecretaris uit te leggen. Dus onze Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is al druk met politiek in overleg over welke vogels er niet en wel gehouden kunnen worden. Welke staatssecretaris gaat daarover? Het gaat over staatssecretaris Sharon Dijksma. Ja, die komt uit de buurt, maar dat heeft er natuurlijk niks mee te maken. Hè. Zij moet natuurlijk ook de Europese wetgeving volgen. Gelukkig is onze bond een voorloper op alles wat met dierwelzijn te maken heeft. Dus wij stellen eisen aan het houden van vogels, maar ook het brengen van vogels in een tentoonstelling. En nou zou je zeggen van, goh, deze vogels die zitten in een klein kooitje, ook achter mij heel goed te zien. Hè. Dit zijn eigenlijk vogels die in het wild voorkomen, maar ze zitten tijdelijk eventjes in deze kooien. En dat is maximaal 5 dagen. En daarna gaan ze weer terug naar hun eigen grote kooien en eigen ruimte.
café Herberg. De Kogel. De Kogel. En dan hier het Sluisersveld, allemaal lintbebouwing. En dan stopt het hier bij de Café de Kroon. Ja. Dat is nog maar pas afgebroken. Van de Aldi, daar zat heel vroeger, was dat een garage. Dat was garage Hammink. Van Bernard Hammink. En Bernard Hammink... Taxi Hammink was dat ook. Ja, Taxi Hammink. En Bernard Hammink, dat vertelde me vroeger eens een keer, ja, dat is al lang geleden, hè. Dat vertelde me eens, vroeger eens een keer dat hij moest mensen naar Den Haag inbrengen. En in Den Haag, en moest mensen naar Den Haag inbrengen met de taxi. En, maar die mensen hadden nog nooit in de auto zitten. Nee. En dus die stapt in de auto en Bernard hem riet aan. En dus zegt die mensen, oh, we gaan! Dat soort dingen, dat is leuk, hè? Ja. Ik weet nou dat garage Hamming er zat. En later is daar garage Kamp gekomen. Ja, dat was garage Kamp. En daarna zit Hondenbrink, dat is een drogisterij. En dat is, ja, is ook verbouwd, zit al jaren. Ja, daar zit een drogisterij dinges. En dan verderop zit Kappenbeung. Dat is ook een begrip voor Sluitersveld. Kappenbeung, dat is ook al jaren. Ik weet niet anders of die heeft daar altijd gezeten. Maar er zit inmiddels zit er iets anders in. Oh, wat is dat? Angelique lees ik. Angelique, ja. Dit is nog de oude Sint-Jozefstraat. Dit is van oudsher de Sint-Jozefstraat. Aan de andere kant. De grens, daar zat de Sint-Jozefstraat nog niet. Nee, maar dat is de nieuwbouw. Dat is de, ja, dat is de nieuwe Sint-Jozefstraat. Die is er komen toen ook in die tijd toen de kerk, de Sint-Jozefkerk. Ja, ja. De Jozefkerk kan mis is dat drukken. Biebouw. En hier kun je het kanaal nog zien van hier. Ja, ja. En de Gravenallee daar. En door staat Abing. Ja, daar staat Abing. En deze Abing vroeger begon, ja, ik denk al voor de oorlog. Want ik weet niet anders, als kleinkind dan moest ik het altijd even moeder pannen. Hier doen blies staan en dan kun je nog zien dat het een heel klein zaakje was, want die dakpan die kun je nog zien, zie je dat? Maar dat was niet Abing. Oh. Dat was Diepenmaat, dat was een beddenwinkel, een hele, met bedden en dekens en zo. En daarnaast had je Abing, maar dat is allemaal verboden, daar herken je niks meer van. De naam expert Abing staat er nog op. Ja, ja. Alle Piet Rekers, 94 is die man van. Een jager. Die zei van, hij moest een nieuwe koelkast hebben, maar dat moest Abing moest dat hebben. Ja. Abing moest in heel leven. Ja. Dus hij belde op en dan kwam ze met een koelkast naast hem weg. Ja, maar hij is begonnen met een heel klein winkeltje en die oude Abing en die mevrouw, nou zeg maar, zijn vrouw. En dan met pannen en met huishoudelijke naam. Die dat hier de koeien van bijen liep. Ja, ja, ja. Hij min in de stad en hij mee met koeien. Ja, dat was en later heeft Abing door zijn reparatieafdeling kreeg. Ja. Was dat een slagenbeen? Ja, dat was slagenbeen. Slagenbeen had ze. Dus daar het winkeltje. Winkeltje, ja. Stop hier aan de rechterkant. Ja. Naast de Hondenbrink. Ja, daar had het winkeltje. Dat zat bij. Old boerderietje. Vroeger hebben ze hier achter nog land gehad en dan hadden ze helemaal niet veel nodig en dan konden ze zich met rennen. Oh, en wie hier woont heeft, dat is Lidie Teijing met Wim Borghiel. Hoe was met Wim Borghiel toch? Ja, maar die is er komen te wonen toen was het al in deze stad. Hè. Ja, ja. Maar ik weet niet anders of dat was altijd al zo'n boerderijtje. Een klein stuk grond erachter en dan verder is voor de rest waren ze hier bij Hedema. Ja, een beetje van die kleine Joschal van hem wel. En mensen die van het Sluitersveld in gingen trouwen, dan lieten ze hier de foto's maken, de trouwreportages en zo. Opa, die klinkt denk ik. Ook de klink, ja, maar die zit iets verderop nog. Ja, ja. Klink. Heel vroeg, ik geloof dat nou een of andere, wat is het, een stormerij of zoiets. Maar er zat vroeger Janna Knoop, heel vroeger Janna Knoop, heel oud vrouwtje. Allemaal met die stolpflessen en die verkocht drop en vanuit papier weet je, waar je op kon heen. Oh, eetbaar papier. Ja. In die antiekhoek, deze winkel, geen nood, daar zat vroeger Gierveldi met hobbywinkel. Een hobbywinkel, dat is de wist. En die verkocht ook die Abrahams en die verkopen en verhuren. Verhuren, hij vijfde man dan. Nu kom je bij de fabriekstraat, dan is de ingang van Hedeman. Dat is het enigste gedeelte van Hedeman wat nog gehandhaafd blijft, want dat staat op de monumentlijst. Die is door vrijwilligers weer helemaal goed gemaakt, dat die weer goed loopt. En op het moment dat is hier, echt is half 12.
Ja, maar dit is een goed, uniek staaltje van fabrieksbouw uit die tijd. En meneer Gerbersen, die weet misschien nog wel hoe of het hier vroeger geweest is, hier de school. Want ik heb hier namelijk vroeger op de bewaarschool, noemden ze dat vroeger. Ja. En weet nou, u nog hoe dit, dat was, dit is de oudste school van Almelo. Die is in 1862 hier gebouwd. In de loop der jaren uitgebreid. Het was toen school G. En later was het de Sluitersveldschool. Sluitersveldschool, ja. Dat klopt. En dat is allemaal wel verboden hier zo? Ja, de buitenmuren die staan er nog zoals ze waren. Alleen hebben we die hoge ramen, die hebben we wat dicht moeten maken vanwege het geluid van de straat en zo. Maar verder is het gebouw eigenlijk nog in de originele staat. Oh ja. De bewaarschool die zat, het kan ook zijn dat er nog een tijdje één hier buiten heeft gestaan, maar die zat de laatste jaren aan de achterkant hier van het gebouw. Oh ja. Die was de speelplaats? Dit was de speelplaats. Daar was nog een overdekte speelplaats bij in die tijd. Bij slecht weer konden ze over het dak konden ze spelen. Ja, daar herinner ik mij nog. Maar ik even erin spring maar. Dat was een gymnastiekgebouw, hè? Ja, achter de peuterspeelzaal daar staat een gemeentelijk gymnastiekgebouw. Ja. En dat heeft de Trefhoek, wat nu is het wijkcentrum, ja. De Trefhoek, die heeft dat er later bij kunnen kopen. En het is toen uitgebreid met een bibliotheek, peuterspeelzaal en sportlokalen. Mm-hmm. Weet je dat dat allemaal standaard gymzaal, die gangsdeuren, ja, van, ja, vroeger, ja, van de school? De gang is nog hetzelfde als vroeger. De deuren van de klaslokalen zitten nog op hun plek. Alleen hebben we hier en daar twee lokalen aan één om een grotere zaal te krijgen. Of een zaal gehalveerd of in originele staat in gebruik genomen. Oh, ja. De klokken hangen er nog? Nee, die zijn... Zijn die nieuw? Niet te gek. Zo gek is het. Ja, zie. Ik zou even zo'n foto... Oh, het is allemaal mooi geworden nou, hè. Hier, nog wel foto's. Over de zo'n hier gewoon een brief rijden. Hier. In een boek van Hali, de gemeenteopzichter. Ootmarsmense Straat. In 1939 verbreed en verbeterd. Tot aan de kroon. En bepoord met Tilia Datsi Stella. En vooraan een paar stroken plantsoen. Alsjeblieft. Mooi, hè? Stroken dan met twee oors. Ja, dan met twee oors. Daar zonder nog beste boom kunnen we die Hali pot heeft. Ja, nee. Wanneer, hoe lang is dat geleden? Nee, die pot in 1939. Oh, nee. En toen is de straat ook verbreed. Nee. En daar kunt nooit die beuren mee, want die straat is al wel vaker opgemaakt. Nee, die bent voor 20 jaar geleden bent die allemaal kapt en er zijn allemaal nieuwe bomen voor ingezet. Ja. Ja. Nu weet je over deze straat hebben, hè? Weet je wat, dat deze straat, dat 3000 jaar oud is. En nog ouder. Dat was een hele belangrijke handelsweg. In de oude daar. Hij de Heertveldsweg. En op de hoek van de Heertveldsweg, daar had je vroeger, waar nu schoonmaakdiensten, Wessel schoonmaakdiensten is, daar was vroeger de coöperatie. Ja. Of HK coöperatie. Heel oud winkeltje, zeg maar. Een beeldhouwwerk, of wat is het eigenlijk? Dat is het veldboertje. Ja. Het veldboertje. Dit waren allemaal de veldboeren, ja, hè? En er stond vroeger het café van Henk Bolk. Heel bekend café. Iedereen hier op Sluitersveld, daar kent Henk Bolk. Dat is al lang weg. Dat is al heel lang weg, ja. Freddy. Dit was vroeger het groentewinkeltje van Dick Kaai. Die verkochten groenten en dropjes en zuurtjes en die kosten dan een cent per stuk, weet je. En kruimeltjes bij een paar koekjes en zo, dat verkochten ze hier, dat oude vrouwtje van Kaai. Ja, dat vroeg bij ons op de riet bij Smit. Ja, zoiets was dit ook, ja. Maar dat is best mooi, met dat raam is zo mooi. Ja, dat is nog heel oud. En dan ga je aan de overkant, de winkel van Rutgers. Rutgers was een hele grote kruidenierszaak. Oh ja. Ook een heel begrip hier op Sluitersveld. Dat herinner ik me ook nog. Ja, Rutgers. En die die ging nog met paarden en zo, paarden en wagen, ging die ook nog zo langs de huizen heen. Een hele grote